Merhaba arkadaşlar. 2020 online Hollanda'ca dil kursumuza hoş geldiniz. Welcome to Hollandia 2020 online Nederlandse taalkursus. İnanmak başarmanın yarısıdır. Yeni bir dil öğrenmek biraz sabır, çok emek, dikkat, azim ve disiplin ister. Bu dersimizde Hollanda Dil Bilgisi'ndeki bijvoeglijk naamwoorden, yani sıfatların kullanım kurallarını birlikte öğreneceğiz. Şimdiden başarılar diliyorum. Saygılarımla. Evet. 2020 online kursus, taal kursus, Hollandaca öğreniyorum. Arkadaşlar sizden ricam aşağıdaki sözcükleri yüksek sesle söylemenizdir. A, E, I, O, X, U, Schiedam, Scheveningen. Yüksek sesle ve anlaşılır olarak kitaplar okuyunuz. Her gün 15 dakika yaptığınız sesli okumayı kaydedin. Kendinize güvenin, tereddüt etmeyin. Öğrenmenin yeri veya zamanı asla yoktur. Yapabilirsiniz. İnanmak başarmanın yarısıdır. Başarılar diliyorum. Zo gebruik je de en het, deze en dit, die en dat. Gebruik je een de woord, deze en die. De printer, deze printer, die printer. De woning, deze woning, die woning. Gebruik je een het woord, dan gebruik je dit en dat. Het onderzoek, dit onderzoek, dat onderzoek. Als je woorden aan elkaar plakt, bepaalt het laatste deel van het woord of het een de woord of een het woord is. Het water, de put. De waterput. De regen, het water, het regenwater. Het feest, de zaal, de feestzaal. De zak, het geld, het zakgeld. Het huis, de kamer, de huiskamer. De zomer, de vakantie, de zomervakantie. Sıfatlar isimlerden önce gelerek onların anlamlarını sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret ve soru yönlerinden tamamlayan, onları niteleyen ve belirten kelimelere denilmektedir. Wat zijn de leesdoelen? Wat gaan we vandaag leren? Dersimizin amaçları nelerdir? Wat zijn bijvoeglijk naamwoorden? Geeft antwoord op de vraag hoe, sıfatlar nedir? Bir durumun, nesnenin, hayvanın veya insanın nasıl olduğunu belirten isimlerdir. Bijvoeglijk naamwoorden: format, klein, enorme, hoge, kleur, rode, gele, donkere. Hoeveel, zesde, derde, vele. Textuur, gladde, zachte, ruwe. Een vorm, ronde, vierkante en hoekige. Uiterlijk, een knappe, mooie en schone. Persoonlijkheid, een vriendelijke man, een brutale jongen, een verlegen meisje. Belirtme sıfatları, niteleme sıfatları, sayı, işaret, soru, ünvan ve sıra sayı sıfatları olarak çeşitli sıfatlarımız bulunmaktadır. Verschillende soorten naamwoorden. Naamwoorden met het, dan zeggen we het boek, het gebouw, het café, meisje, het papier, het raam, het kind. De naamwoorden beginnen met de stoel, de pen, de docent, de leerling, de auto, de vrouw, de man. Naamwoorden met enkelvoudvorm, een oude man, een leuk meisje, een groot huis, een mooie vrouw, geen mooie tafel. Naamwoorden met meervoudvorm, twee mooie huizen, slimme kinderen, vijf leuke grappen, drie lange verhalen. Naamwoorden, dit, ziek kind, dat, dikke boek. Deze schone tafel, die mooie auto. Bezittelijk naamwoorden. Mijn lange haar, jouw mooie jas, uw blauwe auto, zijn lelijke schoenen, haar zwarte jas of tas, ons lieve meisje, hun rode stoelen.
Bijvoeglijk naamwoorden met de persoonsnamen zoals Mehmet, slimme kind, Aisjes, een leuke grap, Esma's grappige vriendinnen. Zelfstandige naamwoorden hebben concrete betekenissen, zoals een tafel, man, school, les en tv. Abstracte betekenissen van de zelfstandige naamwoorden, dan hebben we over droom, ambitie en gevoelens. De papa, de moeder, de zus, het broertje, de boot, meervoud boten, een minuut, minuten. De liefde voor Esma ging niet voorbij. Over 3 dagen ga ik naar Turkije. Heksen bestaan wel voor haar. Het katje, het weekje, het jaartje, de stoel, meervoud vorm, de stoelen, de leerling, leerlingen, de docent, de docenten. Dank. Onderstreep alle zelfstandige naamwoorden. De jongen poets 2 keer per dag zijn tanden. Poets 2 keer per dag zijn tanden. De vrouw rijdt met haar nieuwe auto. De hond blaft nooit als Ali binnenkomt. De winkel verkoopt lekkere noten. De bezorger was te laat bij ons huis. De docent koopt nieuwe boeken. Sarah speelt met haar lievelingsknuffel. Bijvoeglijke naamwoorden geven een eigenschap, een kenmerk of toestand van een zelfstandige naamwoord. De mooie ring, ring is mooi. De drukke hamster, de kleine boot. De lieve opa, de blauwe auto, de makkelijke som, het prachtige ringetje. De auto is zwart. Mijn vader is altijd super lief. Zelfstandige bijvoeglijke naamwoorden kunnen ook eind van de zin komen. Mijn pen is tijdens het examen kapot gegaan. Kapot. Een plastic tas of aluminium theepot, een nylon tent krijgen. Geen E, als wij dat goed opletten. Zilveren ring, de eikenstoel, de zuidenjurk gaat over stoffelijk bijvoeglijk naamwoorden. Stalen pen, een bronzen prijs, een glazen raam, een kristallenbol en een leuke grap. Wanneer gebruiken we E of wel of geen E? De plastic mok, nylon kous, de platineplaat, aluminium schaal. De gelopen afstand, gebakken friet. Het gelezen artikel, de gesloten deur. De veranderde situatie, wel met een E. De gefietste afstand. De slapende vrouw. Het lachende meisje. De zingende zaag. Wanneer gebruiken we geen E? Het eigen lijf, het even getal, het oneven getal, het verlegen meisje, het algemeen belang, het voortgezet onderwijs, het zelfstandig naamwoord. De dronken bezoeker, verkouden schaatser, volwassen man, open deur, ontevreden moeder, de linkerhand, de derde rangs. Een extra punt. Een oranje vlag, een Turkse vlag, de tweede graads, het tweede graads, de eerste jaars gaat het door. Wanneer gebruiken we een? Stoffelijk bijvoeglijk naamwoorden van welk materiaal iets is gemaakt. Hout, het hek, het houten hek. Goud gaat over tand. De gouden tand. IJzer, de ring, de ijzeren ring. Leer, de broek, de leren broek. Metaal, de metalen ketting. Overhemd, het wollen overhemd. De zilveren theepot,
de katoenen broek. Taak. Onderstreep alle bijvoeglijke naamwoorden. En succes. Ik breng het oude papier weg in een plastic doos. Bijvoeglijke naamwoord is oude papier en een plastic doos. Mehmet rijdt in een blauwe snelle auto. Blauwe auto, snelle auto. Mijn lieve moeder geeft aan hoe de moeder is, breidt elke winter volle sokken voor mij. Hoe de sokken, wat de sokken van gemaakt is, wat is de stof. De nieuwe laptop heeft veel bijzondere functies. Nieuwe laptop, bijzondere functies. De gele peer ligt op de houttafel. Gele peer, houten tafel. Zij heeft een diamantenring met een zilveren ketting. Diamantenring, een zilveren ketting. Gaat maar. Trappen van vergelijkingen. Ga eens luisteren, Maler. De H, I, W, A, N, I. Trap 1 gaat over één ding, één persoon. Sarah is mooi, mijn auto is duur. Het is klein, het is groot, het is lief. Tweede trap vergelijk je twee dingen, twee mensen met elkaar. Je gebruikt er en dan. Aisha is mooier dan Sarah. Jouw auto is duurder dan mijn auto. Hij is kleiner dan de andere. Ik ben groter dan jou. Ik wil liever thee dan koffie. Of derde trap. Bijvoeglijk naamwoord krijgt ST. Julia is het mooist. Zijn auto is het duurst, het kleinst, het grootst, het liefst. Stroopwafel is lekker. Taart is lekkerder dan stroopwafel. En baklava is het lekkerst. Het is het beste. Duur, duurder dan, het duurst. Ver, verder dan, het verst. Vies, viezer dan, let op de spelling, het viest. Logisch, logischer dan, het logischt. Zijn ook onregelmatige bijvoeglijke naamwoorden, dan hebben wij niet over er of, es, of ste. Goed, het is niet goeder of goedest. Goed, beter dan en het best. Graag. Liever dan, ik wil liever thee dan koffie, ik wil het liefst Ayran. Dichtbij, dichterbij dan, het dichtstbij. Veel, meer dan, het meest. Weinig, minder dan, het minst. Kwaad, erger dan, het ergst. Vul de goede vorm van het woord in. Zwart, de kleur van inkt is het zwartst. Zij is het kleinst, kleinste van de hele groep. Gaar, pasta van Fatima is gaarder dan het hoort. Apart, dat is nog aparter dan de vorige keer. Zwaar, 10 kilo is zwaar, maar 50 kilo is het zwaarst. Leuk Engels is leuker dan Duits. Makkelijk Nederlands leren is het makkelijkst. Soru öneri ve görüşlerinizi YouTube ve Facebook sayfamızda bildirebilirsiniz. Dersimizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Saygılarımla Mehmet Uğur.